Stel, Nederland moet het een dag doen zonder telecommunicatie, IT en webhosting. Veel bedrijven zouden dan direct in de overlevingsstand moeten. Service providers spelen dan ook een niet te onderschatte rol in het aanjagen van de Nederlandse economie. Maar de jarenlange groeicijfers van de sector staan wel onder druk. Sectorbankier Ahmad Khan, voice-directeur Mark Vletter en Sander Kamstra van Peet weten hoe dat komt. Je leest hun verhaal op fd.nl/partner/peet. We gaan nu een aantal taxichauffeurs naar binnen. Als nietsvermoedende radioverslaggever van amper 24 jaar sta ik ineens tussen de rellende taxichauffeurs. Het is 26 januari 2000. In Amsterdam breekt de taxioorlog uit. Er wordt geduwd en getrokken. Wat begint als een gevecht op straat tegen nieuwe concurrentie eindigt in een bloedige strijd van taxichauffeurs tegen wanbeleid, corruptie en criminaliteit binnen de eigen organisatie. Mijn naam is Sander het Sas. Als jonge verslaggever volg ik 6 jaar lang de Amsterdamse taxioorlog. Nu gaat het echt mis. We komen beklemd te zitten. Na ruim 20 jaar durven de hoofdrolspelers eindelijk het hele verhaal te vertellen. En die rijdt op de gozer weg en er komt een auto vannacht en die rijdt midden dwars door mijn auto heen. Samen kijken we nog 1 keer terug, duiken we in mijn archief en ontdekken we nieuwe feiten. Ik vind het een wonder dat er eigenlijk geen doden zijn gevallen in dit hele verhaal. Vandaag aflevering 2. De arrestatie. Ja, daar staan we dan op het Centraal Station, op de plek waar ooit de taxistandplaats was. Maar die is verdwenen. Op dit moment rijden er eigenlijk allemaal trams. De taxistandplaats die is naar de achterkant, hè, naar de kant van de waterkant eigenlijk verplaatst. Maar hier gebeurde het allemaal, hè? Peter Vonker. Dit was de plek waar de meeste confrontaties, denk ik, werden verricht. Peter Vonkert is directeur van Taxi Direct, een serieuze concurrent van de almachtige taxicentrale Amsterdam. Hij is niet bang de strijd aan te gaan. In 1999 ontmoet hij Remco Weingarten, de man die een jaar daarvoor tegen het monopolie van de TCA in Taxi Direct is begonnen. Ik leerde Remco Weingarten kennen in augustus. Het was een relletje voor de deur op het Spui waar ik woonde, boven Hoppen. En dat was natuurlijk weer over taxis. Dus ik ben naar beneden gelopen en ik heb Remco aangesproken, die zijn stamkroeg 100 meter verderop had. Dat was de whiskybar. Dus ik ben met hem naar die whiskybar gegaan en we hebben kennis gemaakt. En ik heb belangstelling getoond. Ik had toen net voor een paar websites geschreven. En toen belde Remco een week of 2, 3 later denk ik op. Er was een groepje aandeelhouders, er waren geloof ik taxichauffeurs. Die hadden aandelen van Taxi Direct. En die wilde eigenlijk wel verkopen. En mind you, de wet was nog niet aangenomen door de Eerste Kamer. Wel door de Tweede Kamer, maar moest door de Eerste Kamer. Het was kantje boord. Dus uiteindelijk hebben Ewout Cassé en ik met z'n 22% van de aandelen overgenomen. Voor, ik geloof, 75.000 schulden, als ik me niet vergis. En toen waren we ineens een van de grootste aandeelhouders, zou ik maar zeggen. Er was natuurlijk werkoverleg iedere maandagochtend. Ik werd een beetje de voorzitter van het managementteam. Ik was voorzitter van de vergadering. Daar had ik ook vrij veel ervaring in. Ja, en toen vroeg ik in januari, hadden we net de jaarwisseling achter de rug. Vroeg ik aan Remco of we wel eens contact hadden gehad met de driehoek. Dus de hoofdcommissaris, de hoofdofficier en de burgemeester. Dat bleek niet zo te zijn. Toen vroeg ik aan Remco, na afloop van die vergadering op maandagochtend, wil je dan met Patijn contact opnemen en een afspraak maken? Nou, dat zou hij doen. En dat heeft heel lang geduurd. Uren eigenlijk, zal ik maar zeggen. Want ze waren nog huiverig op het stadhuis. Maar niettemin, smiddags om 4 uur of zo belde Remco me op. En er was een afspraak gemaakt voor morgen met Patijn. Nou, dat is mooi. En toen opende het nieuws s'avonds om 8 uur. En toen kondigde Patijn aan dat hij beide partijen had uitgenodigd. Daar hadden we natuurlijk met geen woord over gerept. Dat had hij verzonnen ter plekke. Hij dacht de verzoeningsactie te starten. Nou, die was meteen al kansloos, want dezelfde avond brak de taxioorlog uit. Op
Burgemeester Schelte-Partijn dacht dus slim te zijn met zijn halfslachtige poging om tot een wapenstilstand te komen. Maar dat ontplofte direct in zijn gezicht. In mijn ogen het zoveelste teken dat de gemeente Amsterdam totaal geen grip heeft op de situatie. Maar wat is dat taxidirect nou eigenlijk? Het is niet zomaar een concurrent, maar een bedrijf dat een ingenieus systeem heeft ontwikkeld en zijn tijd ver vooruit is. Toen ik Remco Wijngaarten leerde kennen, toen hebben we heel aan zitten kletsen. En toen bleek mij al snel dat het eigenlijk een IT-bedrijf was. Het was eigenlijk net zoiets als de Uber nu. Er waren twee van die handige jongens, die leerden elkaar kennen. En die waren redelijk goed in het programmeren, die wisten iets van mobiliteit. En die hebben dus feitelijk mogelijk gemaakt dat je met een telefoon, met gebruik van de zendmasten van de telefooncentrales, zeg maar van de KPN, kon bepalen waar je was op 10 meter nauwkeurig aan de hand van de locaties van die palen. Ja, wat nu eigenlijk volstrekt normaal is. Nu hebben we dus GPS. Ja. Dat door de opkomst van de iPhone is GPS ineens op de telefoon beschikbaar geworden. Toen hadden we natuurlijk moeten beginnen met Taxi Direct. Want ons grootste probleem was, we hadden een feilloos systeem waarbij de klant gewoon onze centrale belde. Er werd automatisch gezocht naar een nummer van een vrijstaande taxichauffeur van ons bij jou in de buurt. Die krijg je dan direct aan de telefoon. En dan kan je vragen, ik ga daarheen, wat kost dat? Mag ik mijn hond meenemen? Mag ik roken in de taxi? Je kon dus en als dat niet lukte, dan zei ik, verbind u door. En dan kreeg je een andere chauffeur waarbij je meer kans van slagen had. Ja. Dus we waren de voorloper van Uber. Alleen de technologie was niet goed. Ik bedoel, die centrales, die zenders waren wel goed. Maar de enige telefoon waar je dat mee kon ontvangen was de duurste Nokia. En die was iets van 1200 gulden. Ja. En dat konden onze chauffeurs niet betalen. Taxi Direct heeft alles in zich om het te gaan maken in de taxibranche. En is zeker geen kleine concurrent van de grote TCA. Ze hebben een troef. Maar de hippe start-up heeft een heel ander probleem. Ze krijgen geen plek met hun taxis op de standplaatsen. Ondanks dat er politiek gezien wel een kogel door de kerk is. Je hoorde het al eerder. TCA-directeur Dick Grijpink is duidelijk. We hebben een beperkt aantal standplaatsen. En ik kan me voorstellen dat onze chauffeurs niet van plan zijn om in te schikken voor nieuwe concurrenten. Taxidirectchauffeurs proberen mondjesmaat al wel eens op de taxistandplaatsen te komen. Maar vanaf oktober 2000 doen ze dat voor het eerst structureel en en masse. Dat begint bij de standplaats van het Centraal Station. En dan slaat gelijk de vlam in de pan. Ik sta er met mijn neus bovenop. Als jonge verslaggever vind ik dit spannend, want de sfeer is broeierig. De taxichauffeurs van de TCA hebben op dit moment het werk neergelegd. Dat betekent dat alle mensen die hier staan te wachten op een taxi geen taxi kunnen nemen. En ze willen eigenlijk pas weggaan als de chauffeurs van Taxi Direct ook weggaan. Want ze willen niet dat de concurrent hier op de standplaats staat. Zo leg ik toch wel goed uit, geloof ik, hè? Ongeveer, ja. Ja, we worden dus weer geprovoceerd. En daarom hebben we deze werkonderbreking gedaan. Want het is een vooropgezet plan met AT5, met de politie. AT5? Die staat er weer bij, ze staan er altijd. Ja, maar wij staan er ook. Jawel, maar dat vind ik anders. Op dit moment worden wat mensen uit elkaar gehaald. Politie is hier inmiddels ook aanwezig. Ja, grimmige sfeer, absoluut. Nou, rond 4 uur, dat is ongeveer een uur geleden, was er de eerste auto van Taxi Direct die hier op die standplaats kwam rijden. Mag ik jou een vraag stellen? U bent van Taxi Direct, hè? Ja. U staat wel op de standplaats van het Centraal Station. Ja, dat klopt. Maar de bedoeling is ook dat we de standplaats op kunnen. Dus waarom zouden we er niet op kunnen? Het is voor het eerst, hè, dat dit gebeurt. Nou, we hebben het in het verleden al gedaan, maar dan krijgen we steeds last. Dus, maar we moeten het blijven proberen omdat omdat we recht hebben om erop te staan. Ja. U doet wel en masse. Je bent niet de enige chauffeur die hier opeens is. Nou, ben je niet bang dat er op een gegeven moment toch iets gaat gebeuren? Want ik bedoel, het is dan natuurlijk wel een beetje uitlokken. Nou, ik vind het niet uitlokken. Ik vind het wat de anderen doen is uitlokken. Ik bedoel, we hebben een wet waarbij, ik heb een vergunning waarbij ik op de standplaatsen mag staan. Dus waarom kan ik daar niet op? Want anders worden we van het kastje naar de muur gestuurd. Ik bedoel, het wild ben ik. Ja, is het een eenmalige actie blijven jullie dit in het vervolg zo doen? Nee, de bedoeling is dat dit veel vaker gaat gebeuren, want we hebben het recht om op de standplaatsen te staan. Ik begrijp de frustratie van de TCA-chauffeurs. En dat hoor je wel erg duidelijk door mijn vragen heen. Maar Taxi Direct heeft alle recht om op de standplaatsen te staan.
taxidirect-directeur Peter Vonkert. Als wij de DCA wilden uitdagen, nou, dan moest je eigenlijk de standplaats oprijden bij het Centraal Station. Dan moest je er wel even zeker van zijn dat er politie was, dus de ME, met busjes. En graag ook wat van jullie collega's om dat vast te leggen op band. Ja. Dus als er journalisten waren en er waren ME'ers, dan durfden wij wel de boel een beetje op te jagen. Maar wacht eens even. Eigenlijk zegt Vonkert dus dat hij doelbewust die rellen orkestreert om aandacht te vragen. Kijk, ik ging incognito. Ik deed een petje op en dan had ik een oordopje in de ene kant. En dat was de marifoon van de taxis. Dus dan kon ik precies horen wat er op de TCA-kanalen werd gezegd. En op de andere had ik mijn eigen gsm-telefoon, mijn mobiele telefoon. En daar kon ik de chauffeurs mee opbellen. Nou, dan ging ik even kijken op het vaste plekken natuurlijk, op het Leidseplein of op het Centraal Station. Kijk, wat we nodig hadden was in ieder geval ME. Dat is wel handig als we de boel een beetje gaan uitdagen. En natuurlijk pers, journalisten. Nou, dan gingen jullie een beetje optrommelen en dan was de pers er en dan waren de ME stond er en zo. Nou, dan zei ik tegen één of twee auto's, nou, rij maar op. Dat wil zeggen, dan rij je zo'n taxistandplaats op. Ja, dan krijg je natuurlijk allemaal aandacht van, hé, wat doen jullie hier, kakkerlakken? Dat begint natuurlijk met een beetje bravoer en stoerdoenerij. Maar op een gegeven moment gaat dat toch een beetje duwen en trekken. Nou ja, dan was de kwestie van de eerste klap. Dat was echt voorspelbaar. Tot de eerste TCA zijn hand uithaalde en die uithaalde naar een taxidirectchauffeur. Nou, dan waren de rapen gaar en dan stond de ME meteen en dan werden ze gearresteerd. Ja. En de camera's met draaien. Ja. En daar ging het mij om. Je orchestreerde dat ook een beetje. Althans, je liet het gebeuren voor het beeld van de camera. Nee, ik liep daar onopvallend met mijn petje op en mijn bril. Niemand herkende mij voor zover ze me kenden. En ik had twee dopjes in mijn oren. En ik zei tegenwoordig, bij het Leidseplein kwam ik dan. En daar zag ik dat er waren chauffeurs van TCA. En een beetje echt zo'n broeierige sfeer. Er stonden drie ME-busjes. Nou, dan was dat al geregeld. Moest ik alleen even zorgen dat de pers er was. Ja. Nou, en dan belde ik de pers op. En jij zorgde ervoor dat de wereld dat zien kreeg. En dan stond de pers er. En de politie stond er. En dan zei ik, nou, kom maar op rijden. Gaan we eens kijken tot de eerste klap valt. Nou, dat was meestal binnen 5 minuten. Ze trapten er ook allemaal in, die chauffeurs. Ja. Ja. En dan liep ik, dan ging ik dan daarna naar huis, naar Hoppen. En dan kwam ik in het café. En ja, natuurlijk een paar keer per avond heb je journaal. Ik geloof om 9:30 heb je SBS of zo. En dan liep ik terug en dan zei ik tegen die man, kun je even SBS aanzetten? Nou, dan begon het weer, nou, taxi direct. En dan zat ik gewoon op mijn horloge te kijken. En na 3 minuten zei ik, nou, dan heb je 150.000 schulden verdiend aan reclame. Want een minuut reclame was 50.000 schulden op de televisie. Nou, hadden we 3 minuten gratis reclame. Nou, zo verdiende ik naar mijn gevoel dus honderdduizenden euro schulden per dag aan reclamekosten. Ja. Nou, dat deed die Vonkert handig. Zo keek ik er in die tijd helemaal niet naar. En luister nog eens goed naar wat die TCA-chauffeur net zei. Want het is een vooropgezet plan met AT5, met de politie. AT5? Die staat er weer bij, ze staan er altijd. Maar wij staan er toch ook? Jawel, maar dat vind ik anders. AT5 is de lokale tv-zender. Hij had dit blijkbaar wel door. Hebben wij ons als media, en ik dus ook, voor het karretje laten spannen? Vonkert als marionettenspeler, incognito, met zijn petje. En wij maar dansen? Maakten wij het door het uit te vergroten niet veel erger? Als ik terug ga zoeken in mijn bandjes, zegt Peter Vonkert hier tegen mij in 2006 al dit over. En ons enige leger was natuurlijk de media. Dus wij hebben heel veel met de media gesproken. Nou, ook met jullie natuurlijk. En we hebben natuurlijk veel met de politie overlegd. En er werd ook gezegd, jullie durven alleen maar iets als de ME er is. Ja, dank je de koekoek zeg. We hebben behoorlijk wat voorbeelden gezien van auto's die de Molotov-cocktails zijn vernield. Maar goed, concurrentie wordt dus niet geduld op de standplaatsen. Het ingenieuze systeem van Taxi Direct, dat werkt nog niet. En dus moeten ze andere manieren vinden om ritjes te krijgen. Maar ze mogen ook geen gebruik maken van de taxipalen. Speciale telefoons op straat waar ritjes op binnenkomen. Die zijn namelijk van de voormalig monopolist, de TCA. De gemeente doet nog een halfslachtige poging om dat te veranderen. Maar TCA-directeur Dick Grijping geeft geen millimeter toe. Nou, ik moet u zeggen, ik heb bij het uitstel iedere keer een heel goed gevoel.
De gemeente is een beetje voorbarig geweest met data noemen waarop de palen weg zouden kunnen. Ja, maar daar lacht u toch gewoon om dan? Ja, daar lach ik ook om. Kijk, we hebben gelukkig in Nederland nog wel de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen. En we zullen die stappen uitputtend benutten. Dus wat dat betreft, ik heb ook goede hoop dat onze palen eind van dit jaar, dan praten we over 2001, er nog steeds zullen staan. Taxidirectchauffeurs kunnen hun werk niet doen zonder gebruik van die taxipalen en nemen juridische stappen. Kijk, we hadden een proces lopen tegen de gemeente. We hadden een schadevergoeding geëist. Een soort smartengeldregeling, omdat we ons sterk benadeeld voelden door de gemeente. Omdat de TCA zo'n bevoorrechte positie had. En achteraf gezien was dat ook nog onwettelijk. Dus we hadden een claim lopen bij de gemeente van 2,5 miljoen. Terug naar Kees Meester en Jan den Hartog. De taxichauffeurs waar ik je al eerder over vertelde. Mannen waar ik nog steeds contact mee heb. Zij krijgen een steeds prominentere rol in de oorlog en dus ook in de podcast. Samen blikken we terug op de periode voordat het besluit in Den Haag genomen werd om de taxiwet aan te nemen. Als je een nieuwe wet gaat maken, dat is democratie. Er komen andere politici, die hebben andere ideeën, die willen dingen anders regelen. Tuurlijk, dat is prima. Maar als je een compleet systeem gaat veranderen waar mensen in gedwongen zijn, die geen kant op konden, wat ik je uit heb gelegd van wij moesten alleen maar via de TCA konden met een taxibedrijf beginnen, anders kon het gewoon niet. Nee. Als je dat gaat aanpassen, dan mag je toch wel een fatsoen hebben om die mensen te compenseren. Hoeft niet 100% helemaal, maar een redelijke compensatie, dat is toch wel iets wat je zou verwachten in een democratie. Uiteindelijk wordt oud-minister en emeritus hoogleraar sociaal recht, Max Rood, ingeschakeld om te bekijken of de chauffeurs inderdaad kunnen worden gecompenseerd. Ze hebben tonnen aan schuld en betalen zich blauw aan rente. En het duurt natuurlijk jarenlang om dat af te betalen. Maar Rood ziet compensatie niet zitten. Alle taxichauffeurs in Amsterdam zijn zelfstandige rijders, zijn dus ondernemers. Ondernemen, in welk vak ook, betekent dat je je ogen wijd open houdt en oplet wat er om je heen gebeurt. Ze hebben eigenlijk niet opgelet, zegt u. Nou, ik zeg dat er een deel van die schade die geleden wordt, is te wijten aan wat je zou moeten noemen gewoon ondernemersrisico. Dat kan je gebeuren, er kan wetgeving veranderen en daardoor kan je schade leiden. Als je dus de tijd hebt van verder je beroep uit te oefenen, kan je dat terugverdienen. Ja, dat is toch eigenaardig. Ik wil wel iets ophelderen over de rol van de overheid in deze. Ik kocht mijn taxivergunning, zoals de meeste, maar het is eigenlijk een aansluiting bij de TCA. Die kocht ik in 1985. En wij hadden toen rentepercentages van 15-16%. En je moest echt jarenlang keihard buffelen om dat op te brengen, die schuld aan de bank. 1985, hè? Ja. Als je nou dacht van, waarom doe je dat dan als het zo duur is en als je zo hard moet werken ervoor? Je kon niet anders. Want er zijn collega's van mij geweest, die hebben zelfs bij de rechtbank geprobeerd om een taxivergunning te krijgen buiten de TCA om. Die hadden contact met de Bijenkorf, met de HEMA, daar zouden ze werk voor kunnen doen. Hadden ze allemaal op schrift. Die rechter zegt, dat kan niet, want zo is de wet niet. De wet is, je kan alleen maar beginnen bij de TCA. Dat hadden de politici dus zo geregeld. En als die professor Rood nu zegt, ja, waarom heb je dat nou gekocht in 1985? Dat had je toch wel aan kunnen zien komen dat we in 2000 een andere wet gingen invoeren, 15 jaar later. Dat geloof je toch niet, hè? Wat is dat voor geloof? Moet je ook even bij zeggen dat de gemeente Amsterdam de meeste geld te verdienen, want er zat een hele hoge ambtenaar bij. En voordat die vergunning op jouw naam stond, moest hij ook nog eens een keer tekenen. Ja, toen ik die vergunning ging kopen, was dat in de filiaal in de Javastraat van de ABN-bank. En daar zat bij de verkoper, maar er zat ook een vertegenwoordiging van de wethouder van Amsterdam bij. En als die zijn handtekening niet zette, dan ging de hele verkoop van die vergunning niet door. Nee. Ze hebben zelf het hek om Amsterdam geplaatst. Hè? Ze hebben zelf die politiek bepaald van er mogen maar zoveel taxis rijden in dat gebied. Dan ontstaat daar natuurlijk een waarde. Want het is een afgesloten terrein. Niemand mag erop. Helemaal niemand. Ook niet, wat voor manier je ook bedacht.
En dan geven zij de toestemming dat het mag. En dan later zeggen, ja, dat had je kunnen weten dat we dat gingen veranderen in de toekomst. Hè? 15 jaar later. Ja. Ja, wat een onzinnig verhaal. Wat een onzin. Maar hoe kan het dan dat Leiden, Rotterdam en zo allemaal wel geld hebben gehad voor hun vergunningen? Want die waren ook geld waard. Niet zoveel als Amsterdam, hoor. Maar wij Amsterdammers hadden natuurlijk een veel te grote bek. Dus krijgen we niks. Ik begrijp hun positie wel als ik het zo hoor van Jan en Kees. Niet alleen de gemeente, maar de TCA en vooral de directie en twee bestuursleden van de taxicentrale spelen een twijfelachtige rol, zegt oud-TCA-bestuurslid Joop Wilkers al in 2000 tegen mij. Hij is opgestapt uit onvrede over deze gang van zaken. Nu rijden er ontzettend veel nieuwe mensen bij die TCA. Allemaal jongens die gewoon willen werken en niet meer. Die zitten allemaal met een pak schuld opgezadeld. En nu gaat het open, het spul, en hun zijn degene die de schulden hebben. En als bestuur had je ze dat moeten informeren. Je moet zeggen, jongens, niet meer kopen. Ze hadden voor die oude, wat de overheid heeft aangegeven, we maken een fonds voor oudere chauffeurs. Centrales, geef eens inzicht in hoe dat zit, zodat we die jongens kunnen schadeloos stellen. Ze hebben er niet eens over gepraat. Dan komen we weer terug bij de TCA-leiding. Het prominente bestuurslid Hans Janmaat en directeur Dick Grijpink zeggen in 2000 tegen mij ook overvallen te zijn door de nieuwe wet. TCA-directeur Dick Grijpink. Als ik had geweten dat de mensen geld zouden kwijtraken, dan had ik ze ervoor gewaarschuwd. TCA-bestuurslid Hans Janmaat. Ik ben enkel maar een zakenman. Wij proberen hier als TCA te zorgen dat aangeslotenen de aandeelhouders hun brood kunnen verdienen. Ik ben geen politicus. En als ik dus op de waan van de dag, iedereen schrijft elk moment een rapport, daar mijn bedrijf op in moet gaan richten, meneer, dan zijn we met heel allerlei andere dingen bezig als mensen te vervoeren. En we zullen ze opzoeken, misschien zullen we het samen eens doen, welke wetten er ooit gelanceerd zijn, die of in een hele gewijzigde vorm doorgevoerd zijn, of gewoon in de kast verdwenen zijn. En dat mocht je gezien de kolderieke doelstelling van deze wet, mocht je een beetje inschatten dat er toch wel hele grote wijzigingen zouden komen. Alleen dat is helaas niet gebeurd. Het aantal taxivergunningen is beperkt en door die schaarste hebben die enorme waarde. Een diepte-investering voor de chauffeurs met gegarandeerd werk. Het bestuur en de directie lijken voor de invoering van de wet een dubieuze rol te spelen in de toekenning van de vergunningen, waarmee ze automatisch certificaathouder, zeg maar aandeelhouder van de TCA werden. Eind jaren 90, vlak voor de wet in werking treedt, worden nog extra vergunningen uitgegeven. In 2000 spreek ik hier al over met oud-TCA-bestuurslid Joop Wilkers, die dat met ledenogen aanziet. Ik weet wel dat als de lijst kwam met de vergunningen die ingelood waren, dat ik dan iedere keer bij me dacht, verrek, hoe kan dat nou? Die is van de adviescommissie. Verrek, hoe kan dat nou? Die zit in verrek, hoe kan dat? Dat is toeval. En zo was het dan ook toevallig. TCA-directeur Dick Grijpink. In de eerdere jaren, zeg maar, toen ik aantrad als directeur van de taxicentrale, toen was het gebruikelijk dat er geloot werd onder de aandeelhouders. Ik heb daar op een gegeven moment een end aan gemaakt, omdat ik vind dat de beste taxiondernemer ook de meeste kansen moet krijgen om te groeien. Nou, door loting kregen vaak slechte taxibedrijven uitbreiding. Daar ben ik principieel tegenstander van. Ik vind slechte taxiondernemers horen hier überhaupt niet thuis en horen zeker niet uitgebreid te worden. Dus ik ben overgegaan tot selectie van taxiondernemers en die kregen dan de uitbreiding. De uitbreiding werd gerealiseerd, werd eerst besproken met het bestuur en die gaf daar zijn fiat aan. Het was ook zo dat de heer Grijpink vond dat hij wel bepaalde hoe die verloting plaatsvond. En verdomd, hoe het speelde, speelde het. Maar degene die de vergunningjes wonnen, zaten altijd heel dicht bij het bestuur, of waren bestuur. Jongen, dat is wat. Taxidirectdirecteur Peter Vonkert begrijpt niets van de makkerhouding van de TCA-chauffeurs. Nou, om te beginnen heeft het me altijd wel verbaasd dat de chauffeurs van TCA zich zo makkelijk lieten naaien. Ja. Ja, waarom? Hoe dan? Nou, ze hadden werkelijk niks in de gaten. Ik had bedongen voor taxi direct voor onze chauffeurs. En mind you, Frankrijk lag helemaal plat vanwege de stakende vrachtwagenchauffeurs, omdat die dieselprijs zo hoog was. Nou, één telefoontje met Texaco en ik zat ineens aan tafel met de lokale directie en we kregen een korting van 17 cent per liter.
als onze chauffeurs daar tankten. Nou, dat was nogal wat op een prijs van 1,70 euro, dus 10% korting. En toen werden de TCA-chauffeurs ook boos. Dat wilden zij ook. Ik zei, nou, dan moet je dat aan Gijping vragen. Ik zei, maar die heeft al een afspraak met die pompstations. Die heeft die afspraak al zonder dat jullie het weten. Hij steekt dat geld al in zijn zak, net zoals de auto's van de Stergant die worden verkocht. Ja, de chauffeurs van de TCA moesten een Mercedes nieuw kopen met Stergam. Dat was een autobedrijf? Dat was de grootste Mercedes dealer in Amsterdam. En de Stergam verkocht die Mercedes en daar zit 8% commissie op. Ongeveer de bruto marge. En die ging dan naar een vage stichting waar Van Gelder en Jan Maat en Gijpink auto's reden. Een dikke Mercedes die betaald werd door die stichting. Dus die korting die de chauffeurs kregen, die ging al naar de zakken van het management. Dus er was niks meer uit te ponden. Dat was al uitgepond. En dat hadden ze niet in de gaten? Nee, en dat heeft me altijd verrast dat ze daar nooit vragen over gesteld hebben. Nou, de TCA-chauffeurs zijn dus echt uitgemolken. Het is ook begrijpelijk. De emoties van die jongens lopen zo hoog op. Dat hou je niet tegen. Je ziet in iemand zijn inkomen. En als je in iemand zijn inkomen zit... Je hoort hier taxichauffeur Kees Meester. Hij lijkt dan misschien een oproerkraaier. Hij hangt altijd in lantaarnpalen en jut iedereen op als leider van de rebellenclub bij de TCA. Maar schijnbedriegt. En iedere keer wij dat demonstreerden, op de Dam of een rondje door de stad lopen, dan maakte hij de afspraken hoe we gingen lopen, wat we gingen doen. En dan bleef ik altijd vooraan lopen. Dus alles volgde mij altijd. Ik liep altijd vooraan. En dus als nou iedereen goed aan na kunnen denken, die chauffeurs, en dat konden ze niet, ja, dan gebeurde er van alles met die chauffeurs, met de politie, arrestaties, vastzitten, weet ik veel. Maar ik liep vooraan en mij gebeurde nooit wat. Hoe gaat dat dan? Ik kom op een gegeven moment een keer ook bij een demonstratie in een paal bij het Centraal Station. Sprak ik 500 man dan. We stoppen er nu mee, we gaan weer in de auto. We gaan weer werken. En we komen elkaar volgende week weer tegen. Of in Den Haag, of in Hamburg, of in Rotterdam. Er is een ander in een taalpakkeling, word je al gearresteerd bij wijze van spreken. Ik denk gewoon wat een politie was. Nodig. Je had geen megafoon nodig. Nee, totaal niet, want dat denk ik ook even met mijn stem. Zo regelde ik het destijds. Maar ik had het altijd in overleg, deed ik het met de politie. Ja. En dat wisten die chauffeurs eigenlijk helemaal niet? Niemand wist het, zelfs Jan niet. Nee, dat wist ik ook niet. Nee, dat wist ik ook niet, eerlijk niet. Nee, dat hoorde ik later pas. Ja. En zo ging het. Zo ging het. Ja. En iedere keer weer, als er wat was, stond ik altijd met mijn huis vooraan. En ik stond er altijd bij, ik keek ernaar. En ik regelde het ook. Ja. Ik wist het niet. Maar hier is wel natuurlijk de basis gelegd, waardoor Kees mij op een gegeven moment erop aansprak van Jan, we moeten met de politie gaan praten, want het gaat fout. Kees had die contact al. Ik totaal niet. Ik wist niet wat hij net vertelde, daar wist ik ook niet van. Maar hij had dus al die contacten. En toen zei hij, ja, we moeten iets doen, want het wordt te gevaarlijk. Het wordt te gek. Ja. En toen ben ik daarin meegegaan. Dus Kees praat met de politie over dingen in de centrale die het daglicht niet kunnen verdragen. Het is dus allemaal een act. Ik had contacten al toen wij aan het demonstreren waren tegen de wetgeving. Toen dacht ik, die gaap, ik zeg, we moeten dit doen, we moeten zus doen, zo. Ik denk, maar dat ga ik overleggen. En toen ben ik naar Klaas Wilting geweest, heb ik een gesprek gehad. En daar kwamen de contacten uit. Ja. Dat Kees samenwerkt met de politie verandert mijn beeld van hem volledig. Eind 2000 komt de boel ineens in beweging. Op straat gaan geruchten dat Dick Gijpink en twee TCA-bestuursleden, Hans-Jan Maat en Bub van Gelderen, op korte termijn gearresteerd zullen worden. De jonge, nieuwsgierige verslaggever die ik ben wil daar veel meer van weten. Maar als ik Gijpink bel, houdt hij aanvankelijk de boot af. En dus ga ik vervolgens posten voor de ingang van het TCA-kantoor, net zolang totdat Gijpink naar buiten komt. Hij laat me uiteindelijk toch binnen. En een bizar interview volgt. Ik verwacht het eerlijk gezegd wel, ja. Ik hoor dat er een aanhoudingsbevel ligt, dus ik wacht dat maar even af. Een aanhoudingsbevel? En waar wordt u dan van verdacht? Ik heb begrepen dat men mij beticht van onrechtmatige verrijking in verband met de handel in taxivergunningen. En dat is echt, ik mag u eerlijk zeggen, het is te gek voor woorden dat men mij daarvan beticht. Maar ja, het is niet anders. Ja, maar het zin is toch niet zomaar, hè, zou je zeggen? Nou, ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik zo langzamerhand het gevoel krijg dat we hier een kolonelsregime hebben in plaats van een rechtsstaat.
Ik heb het gevoel dat de Nederlandse overheid andere regels hanteert voor de TCA dan voor de rest van de burgers. Hoe zou dat dan komen? Ja, nou goed, wij verzetten ons natuurlijk toch tegen de nieuwe taxiwet. En kennelijk zijn er nogal wat rancuneuze mannetjes en vrouwtjes binnen de overheid die hun kans schoon zien om op een gegeven moment toe te slaan. Ja, we hebben nu over een onderzoek dat loopt van justitie naar u en naar de taxicentrale Amsterdam. Dat heb ik gehoord, ja. Dat er al een tijd een gerechtelijk vooronderzoek loopt. En dat men nu de tijd gekomen acht om maar eens te kijken of er niet wat uit meneer Grijpink geperst kan worden. Is het alleen meneer Grijpink? Wat ik tot nog toe gehoord heb, wel ja. Het is een aanfluiting voor een rechtsstaat. Want ik weet zelf maar al te goed dat ik me nooit heb schuldig gemaakt aan wat voor manier van verrijking dan ook nog geen gulden. En als je er dan van beticht wordt, ik ben er zo ongelooflijk kwaad over. Kwaad en teleurgesteld? Nou, teleurgesteld niet meer. Men kan mij in dit land niet meer teleurstellen. We hebben al meegemaakt dat het GAK, de Rijksverkeersinspectie, NMA, gemeente Amsterdam, professor Rood. Iedereen wordt in geweer gebracht om TCA neer te sabelen. En ik zie dit slechts als een volgende stap in een, zeg maar, een terreurproces. Dat is eigenlijk raar, hè? Ik bedoel, u weet dat u gearresteerd gaat worden. Althans, die kans is vrij groot. U blijft hier gewoon? U slaapt gewoon thuis? Ja hoor. Geen probleem. Ik doe gewoon mijn werk en ik... U wacht wel af. Ik zie het wel gebeuren en ik vrees dat de heer, heel weinig aan me zullen hebben. Ja. Verwacht u dat u snel weer op vrije voeten bent dan? Nee, dat verwacht ik niet. Nee? Want ik heb namelijk met de heren van de politie en justitie niets te bespreken. Dus dat zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat ik wel, als men met mij wenst op te pakken, dat het ook wel enige tijd kan duren voordat ik weer op vrije voeten ben. Ziet u er tegenop? Nee, ik zie er niet tegenop. Ze bekijken het maar. Maar ik kan u één ding verzekeren. Dat daarna dat muisje nog een staartje zal hebben. Het muisje krijgt een staartje, wat heet een staart. De bestuursleden Hans Janmaat en Bub van Gelderen maken feitelijk de dienst uit bij de taxicentrale Amsterdam. Grijpink stuurt naar aanleiding van dit interview namens TCA een bizarre kerstkaart. Een foto waarop hij en deze twee bestuurders zich in gestreepte boevenpakken hebben gehesen. Dat kan ook misdaadverslaggever Paul Vug zich nog goed herinneren. Ze hebben een foto van gedrieën in een polonaise in gevangenispakjes. Zoals je in tekenfilms van die zwart-wit gestreepte gevangenispakjes hebt. Beetje de Daltons, hè? Ja, en die gingen ze rondsturen. Ja, het was wel. Dus ik vond toen dat ze niet zonder gevoel voor humor waren. Amsterdamse humor die uiteindelijk waarheid wordt. Want op 27 februari 2001, 3 maanden na het interview, is de arrestatie van Dick Grijpink en de twee TCA-bestuursleden in de vroege ochtend een feit. En die kerstkaart, die wordt op de voorpagina van het Parool afgedrukt. 4 weken lang zitten ze vast op verdenking van het aanzetten tot geweld tegen concurrent Taxi Direct, het leiden van een criminele organisatie, het oplichten van chauffeurs, witwassen en valse handel in taxivergunningen. En de politie stond ook voor de deur bij de TCA om de administratie in beslag te nemen, met een beetje hulp van Kees. Ik wist exact precies wanneer ze kwamen. En ik liet me inspecteren door een bevriende chauffeur voor de centrale neerzetten met de taxi. En ik had afgesproken dat ik daar werd gearresteerd. Maar ik had overal sleutels van. Dus ze konden zo naar binnen lopen, die politie. Dat was met mij afgesproken. En niemand wist het, ook Jan niet. Niemand wist het. Nee, jij zat eigenlijk in het complot. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar jij wist niks van Jan? Jan wist het niet. Ik wist nergens van, nee. Nee, dat heeft Kees al ingeregeld, inderdaad. Ja. Ja. Nou goed, dat is ook beter zo dan dat ze de deur moeten openbreken of een rare fratsen moeten uithalen. Dit ging natuurlijk helemaal gesmeerd. Maar was jij verbaasd dat Grijpink, Janmaat en Van Gelderen opgepakt waren in één keer? Wij wisten al zoveel van dingen. De gemoederen lopen na de arrestatie nog hoger op, waarbij geweld en intimidatie niet worden geschuwd. En kritische chauffeurs krijgen nauwelijks werk. Wij moesten echt dag en nacht rijden, gewoon 6 dagen in de week, gewoon 12 tot 14 uur. Omdat wij via de centrale alleen maar hele kleine ritjes kregen.
Jan neemt tijdelijk de leiding over van de taxicentrale Amsterdam. In de periode dat het TCA-trio vastzit. En daar ontdekt hij dat al zijn vermoedens kloppen. Er is bij de TCA van alles aan de hand dat niet door de beugel kan. Er kwam op een gegeven moment een fax binnen uit Saoedi-Arabië. En dat ging over $100,000. Uit Saoedi-Arabië? Saoedi-Arabië, ja. Okay. Ik denk, nou, daar hebben wij toch weinig taxis rondrijden. ik weet niet hoe dat zit. Jan krijgt zo onbedoeld een kijkje in de keuken en schrikt zich rot. En dan zegt een kopstuk van de onderwereld zelf ook nog betrokken te zijn bij de centrale. Vertelt misdaadverslaggever John van der Heuvel. Jan en Kees die kwamen daarachter op een moment. En die gingen daartegen vechten. Dat vind ik buitengewoon knap hoe zij dat in die periode hebben gedaan. Met eigenlijk wel gevaar voor eigen gezondheid en veiligheid. Eigenlijk waren ze gewoon aan het vechten tegen de maffia. Dat in de volgende afleveringen van De Taxioorlog. Abonneer je en mis aflevering 3 niet. Stel, Nederland moet het een dag doen zonder telecommunicatie, IT en webhosting. Veel bedrijven zouden dan direct in de overlevingsstand moeten. Service providers spelen dan ook een niet te onderschatte rol in het aanjagen van de Nederlandse economie. Maar de jarenlange groeicijfers van de sector staan wel onder druk. Sectorbankier Ahmad Khan, voice-directeur Mark Vletter en Sander Kamstra van Peet weten hoe dat komt. Je leest hun verhaal op fd.nl/partner/peet.